Hallo met Cindy en welkom bij Scrapbook Amerika. Leuk dat je weer kijkt naar het nieuwste filmpje met de nieuwste producten ook weer deze week. Om te beginnen hebben we heel veel stempels binnengekregen van Unity Stamp. En zoals je ziet zien ze er heel erg mooi uit ook. Heel makkelijk te gebruiken ook omdat ze al op de clingfoam zitten. De kwaliteit is heel erg mooi ook van deze. En om te beginnen hebben we hier zo banners van Echo Park. En hele leuke tekstjes ook die erop staan. Dus krijg je 5 stempels in deze. Hier hebben we de mini Yeography. En dat zijn dan, deze zijn van Simple Stories. En deze zijn 2 stempels, 2 lange strips met de maanden. Hier zie je dan januari tot juni en juli tot december. En ik denk dat deze ook heel leuk te gebruiken is als je bijvoorbeeld zegt van ik wil in maart, wil ik wat in een boekje schrijven of op een kaart of op een layout of waar dan ook. Dat je bijvoorbeeld zegt van joh, ik doe een pijltje erachter schrijven als ik de stempel heb afgedrukt. En dan schrijf ik daar mijn verhaaltje achter. Ook leuk om misschien te gebruiken samen te combineren met de roller stamp van Dear Lizzie. Of de roller stamp van Smash. Ik denk dat er hele leuke dingen ook mee te doen zijn ook. Dus hier ontvang je 2 stempels van. En deze heet Mini Yeography. Dan hebben we hier ook een hele leuke van Echo Park. Ook deze van deze heet Time and Season Numbers. En deze vind ik heel erg leuk omdat ik al een idee heb om deze dan te stempelen en dan uit te knippen. En dan bijvoorbeeld als een datum te gebruiken of als een pagina van een boekje. En dan ook, ja ik durf het bijna niet te zeggen, maar met de naaimachine ook weer te gebruiken. Om dat bovenaan een pagina vast te maken. Zodat dat dan mijn datum is of dan mijn pagina. Leek me een heel erg leuk idee. Dus dat ga ik zeker uitproberen ook het weekend. En dan hebben we hier zo een hele kleine stempel. En die heet Don't Forget. En die is heel erg leuk ook, denk ik, te gebruiken. Ook bijvoorbeeld als je zelf iets wil onthouden. Dat je het niet vergeet, uiteraard. Daarom heet die ook Don't Forget. Dus die is niet al te groot. Maar ik denk dat je er hele leuke dingetjes ook mee kan doen. En deze is ook van Simple Stories. Dan hebben we hier hele leuke, zelfde als die ik net liet zien, de mini Yeography. Heb je dan hier zo eentje met wel alle maanden los. En deze is ook van Simple Stories. En Unity samen dan. En zoals je ziet kan je deze dan uitdrukken uit de rubber. En dan komen ze allemaal los en dan zijn ze heel makkelijk te gebruiken. Dus ook heel leuk. Dan hebben we hier zo nog een hele leuke ook Note to Self. Altijd makkelijk. En als ik het lees staat er Important Day, Special Memory, Memorable Milestones, Just Because and Other. En dan staat hier dat je de datum in kan vullen. En dan staan hier al die woordjes die ik net opnoemde. En dan staat er Noted By. En zoals je ziet is dat heel erg leuk ook om dan in boekjes, kaarten of wat je zelf leuk vindt om het voor te gebruiken ook. En die heet dan ook, even kijken hoor, Noted By. En deze is dan met Unity en Jelly Bean Soup samen. Dan hebben we hier nog eentje van Simple Stories ook met datum. En deze heet Yeography Best Day. Dus dan heb je een kalenderkader zoals je ziet. En dan zie je hier zo nog een banner met Best Day Ever. Misschien ook leuk om dat ergens op te doen met een brad misschien. Of met een stukje twine of lint of koord of wat je zelf leuk vindt dan. Dan hebben we hier zo nog van Christy Tomlinson. Die is nieuw met Unity met de stempels. En zo je ziet is dat deze afdruk. Een beetje een chicken coop-achtig. En deze is dan de Distressed Grid. En dan zie je ook dat je dit krijgt dan. Het zijn dan langere strookjes stempels dan. En dan hebben we hier dan nog hele leuke woordjes van Inspired by Ange. En dat is de mevrouw zelf van Unity Stamp. Die heeft hele leuke stempeltjes dan met woordjes. Take a moment for yourself. Just to know love on any level is all worth it. And memories are and always will be forever. Dus dat zie je hier allemaal opstaan. En dat zijn 5 losse stempels. En dit is dan ook nog eentje van Simple Stories. Een Itty Bitty dan. En deze is een van mijn favorieten. Met pointy fingers. For the record, noteworthy and documented. En deze is echt
superleuk. Dus die ga ik zeker gebruiken in mijn layouts en in mijn boekjes. Dus dat waren de Unity stempels. Dan heb ik hier zo leuke flashcards van October Afternoon. En zijn allemaal los te koop. Dus alles wat ik nu laat zien kan je per stuk kopen dan. Deze kaarten zijn al met een gaatje in aan de zijkant. Zo, die kan je zelf bijvoorbeeld met boekjes dan gebruiken. Of dat je zegt van ik wil dat eraf halen, dan kan dat ook. Ik zal een aantal laten zien met de woordjes die je dan kan vinden. Op. Dat is die. En dan heb ik hier zo deze. En dan zal ik die ook laten zien. En alles is ook terug te vinden op de website. www.scrapbookamerica.com onder het tapje nieuw. Dus dat is nieuw dan. Dan hebben we ook Els Studio. Deze hadden we al voorheen, maar die is nu weer aangevuld. En die heet Layered Numbers. En dan heb ik hier zo een hele leuke collected cutouts. 18 tags die je dan uit kan knippen. En er staan ook hele leuke datums hierop. En leuke doily en tekstjes en allerlei andere dingetjes. Dan heb ik hier zo Bright en Vintage Pennants. En hier is de Bright Pennants. Het verschil is dat deze gewoon witte achtergrond heeft. En dit is een beetje vintage achtergrond gemaakt. Dus die zijn nieuw. Dan heb ik hier nog de date tidbits. Krijg je 8 pieces. En zijn niet al te groot, maar zijn heel erg leuk wel. Dus hier zie je de achterkant wat erin zit. Overal staat date op. En dan kan je zelf dan stempelen of schrijven. En hier hebben we dan de noted 3-inch circle tags van L Studio. En dan zie je hier ook wat erin zit. Dus die zijn allemaal nieuw van L Studio. Dan heb ik hier nog een aantal producten van Jenny Bolin. Hier hebben we de plain chipboard elements. Hier ontvang je 24 tabs in. Tiny tabs, chipboards, die kan je zelf aankleden met verf of met iets anders. Of met een stickertje erop of gewoon dat je het zo wil laten. En dan ontvang je 24 stuks dan. Dan hebben we ook iets nieuws van Jenny Bolin. Dit is een, dit heet die-cut perforated, of nee, dit is de perforated vel papier. En deze, moet ik even, heet stamp. En hier zit dus perforatielijntjes in, zoals je ziet over heel het vel. Wij hebben deze dubbel gevouwen naar 6x6. Dat is ongeveer het formaat. Zodat je het zelf kan afscheuren hoe je zelf wil. Of je wil hem zo houden, of je wil hem kleiner snijden. Dus heel erg leuk ook. Er staan hier nummers 1 tot 96 op. Dus ik denk dat je heel veel leuks hiermee kan doen. Dan hebben we hier zo ook nog een stencil lettering vel. En dat is dan ook nieuw. Deze hebben we door drieën gesneden ook voor het versturen. Maar ik denk dat je dit zo en zo, als je het gaat gebruiken met verf of met iets anders, dat het makkelijker is als het kleiner is. Dus vandaar dat we het ook al zo door de midden hebben gesneden. En zoals je ziet, hier zo heb je wat tekens erop, ook onderop. En hier zie je het alfabet. Ik denk dat daar heel veel leuks ook mee te doen is. Wat ook leuk, denk ik, is om met een leuke pen dat je er langs gaat. En dat je dan gewoon woordjes ook kan schrijven of namen. Of. Dus die zijn ook nieuw. En dan hebben we nog van Prima mooie butterflies. Voor mij is het een beetje veldachtig met allerlei verschillende glittertjes erop. En een beetje rhinestones en dat soort dingetjes die erop zitten. Hier zitten er 4 in. En deze heten Fantasy Snow Butterflies. Dan heb ik hier zo nog de nieuwste stempels van Studio AE. Van Ellie Edwards, de maandelijkse stempels. Dit is de maartstempel. En deze heet Beauty of Spring. En zoals je ziet krijg je heel veel stempels. We hebben weer maar een aantal op voorraad. Dus wees er snel bij als je interesse hebt. Dan hebben we iets heel leuks binnengekregen ook van Dear Lizzie. En dat is crepe paper. En even kijken hoor. Dit heet ruffled paper. En dit is de pink. En dit is de yellow. En je ontvangt het zoals je ziet hier. 1 strip dan van de pink. Of als je de yellow bestelt krijg je de yellow. 6 inch breed bij 12 hoog. En dat hebben we gedaan omdat het papier bij elke strip zit het vast aan de bovenkant. En ik heb hier een stukje om het te laten zien. Als je de verpakking openmaakt heb je kans dat het een beetje vast zit nog. Hier zo aan de andere kant van de strip. Dus dan moet je het een beetje omhoog trekken. En dan krijg je een beetje het effect dat je het een beetje slordig kan maken. Dat je allerlei leuke dingetjes ermee kan doen. Dus als je het afknipt moet je wel uitkijken dat je niet
te veel afknipt, want dan is het los. Of je wil dat juist wel, dan kan dat natuurlijk ook. Maar het idee is gewoon dat je het bijvoorbeeld een stukje eraf haalt en op een layout plakt. Je kan ook een kaart ervan maken bijvoorbeeld, of een pagina, wat je zelf leuk vindt. Dus die hebben we in twee verschillende soorten. Dan hebben we ook van Dear Lizzie twee soorten papier. We hebben hier zo 6x6, de set 1 en set 2. En ik zal enkelzijdig wel bedrukt. En ik zal een beetje doorheen bladeren, zodat je kan zien wat erin zit voor kleurtjes. Erg vrolijk ook, wat je van Dear Lizzie gewend bent. En dan hebben we daar ook nog van vellumpapier. En daar ontvang je 4 vel van. Dus dat is 1 vel wordt dat dan. En 6x6. Dus dat is ook leuk te gebruiken ook voor als je maar een klein stukje nodig hebt. En er zitten roze dots op, dan met vellumpapier. Dus dat is heel erg mooi ook. Dan hebben we van Simple Stories hele leuke verschillende kaartjes ook binnen. Ik zal er een paar laten zien, want ik zie dat ik al aan de 11 minuten zit. Dus deze kaartjes worden zo gesneden dan. Hele leuke teksten ook erop. En ik denk dat je daar ook heel veel leuke dingen ook mee kan doen. We hebben 2 verschillende met teksten. En we hebben 3 verschillende bingo kaarten. En ze zijn een beetje scheef en alles. Dus we hebben wel geprobeerd om het zo voordelig mogelijk te snijden voor je dan. Zoals je ziet, hele leuke teksten ook erop. En daar hebben we dan 3 verschillende van. Dus die kan je dan ook vinden in de webwinkel dan. En dan hebben we ook nog hele leuke verschillende papertapes van Basil. En deze zijn ook allemaal nieuw. Hele leuke kleurtjes ook. Ik zal er eentje een beetje afhalen. Zoals je ziet, heel makkelijk te gebruiken ook. Dit is dan de yellow met de black dots. En dan heb ik hier bijvoorbeeld nog eentje met grijze streepjes. En dan hebben we hier nog een leuke blauwe, sorry voor de herrie, chevron, deze. En dan hebben we nog 3 andere kleuren. Maar ik zou zeggen, ben je benieuwd, dan kan je altijd kijken op de webwinkel naar al deze leuke papertapes en alle kaartjes en allerlei andere spullen die ik net heb laten zien. Ook hebben we leuke knijpertjes ook in de webwinkel staan. Een witte, een natural color en een rode kleur. En leuke kleine pins en allerlei andere dingetjes. Maar ik denk dat het wel genoeg is zo. Kijk snel op scrapbookamerica.com onder het tapje nieuw. Mocht je vragen hebben, kan je altijd mailen. Cindy@scrapbookamerica.com. We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend. We zien ook deze keer weer graag je bestelling tegemoet. En tot de volgende keer.